Heb je net een peukje gerookt of ga je er nu nog een roken? dat ga ik niet zeggen. Nee? Nee. Nee, want je houdt even in het midden of je rookt of niet. Sigaretten zijn natuurlijk niet meer te betalen door de verhoging op de accijns. En daardoor had de staat verwacht daar ontzettend veel geld mee te kunnen verdienen. Maar helaas, dat blijkt niet het geval te zijn. En er is natuurlijk één Kamerlid die dat maar al te graag belicht. En dat is Caroline van der Plas. Caroline, ja. Heb je net een peukje gerookt of ga je er nu nog een roken? dat ga ik niet zeggen. Nee? Nee. Nee, want je houdt even in het midden of je rookt of niet. Dat laat je verder even, los, die info op Twitter. Mensen weten toch gewoon dat ik nooit gerookt heb. Nee, precies. Het blijkt dan nu inderdaad dat die accijns niet zo heel erg veel helpen. En dat het juist een enorme financiële tegenvaller gaat zijn. Maar ja, het is toch alleen maar goed dat er dus steeds minder mensen roken. Dan moeten we toch juist met z'n allen in de glorie aan het doen zijn. Klopt, maar er zijn heel veel mensen die zullen niet stoppen met roken. Dat is, weet je, die willen dat gewoon. Wat je dan ook ziet, is dat mensen die wat krappere portemonnee hebben, die gaan andere keuzes. Nog krapper, want het is €11,20. Nou ja, zeker. En die gaan dan denken van ja, maar mijn sigaretje wil ik wel hebben. En die gaan misschien wel bezuinigen op andere dingen die ook heel erg belangrijk zijn. Ja, dat is allemaal een beetje als mijn tante Piet had geheten, dan was het mijn oom. Dat weten we natuurlijk niet. Het is heel goed dat er steeds minder mensen roken. Wat dat betreft, ja, de staat heeft een zorgplicht. Sigaretten worden duurder en is het dus heel goed dat heel veel mensen zijn gestopt. Ja, nou, ten eerste is het heel goed als mensen nooit beginnen. Ik ben helemaal voor maatregelen, hè, dat je nergens meer mag roken. Hè, dat je ook, waarschijnlijk komt straks op de terrassen in de horeca, zie je al veel meer komen. Dat daar ook niet meer gerookt mag worden, dat schoolpleinen rookvrij zijn. Dat we op het werk niet meer roken, dat we op schoolpleinen niet meer roken. Daar ben ik gewoon helemaal voor. Ja, wordt ook wel heel ongezellig natuurlijk tegelijkertijd. Nou, ja, het kan ook gezellig zijn zonder sigaretje hoor. Dus, waar kom jij nou vandaan? Roken, dat, dat wil jij wel weten waar ik vandaan kom. Ja, ik zal er geen geheim van maken dat ik een slechte gewoonte heb in mijn leven waar ik zo snel mogelijk vanaf moet. Ja. Nou ja, het maakt dus eigenlijk niet zo heel veel uit, want de staatskas, die spek je daar niet mee, het wordt alleen maar minder. Die staatskas met die accijnsverhoging, het is hilarisch, hè? Nou, laten we in ieder geval constateren dat op basis van de eerste berichten het zo lijkt dat het plan van volgens mij het vorige kabinet niet is uitgepakt zoals ze dachten. Dus de opbrengsten zijn een stuk lager. Aan de andere kant weten we niet wat de gezondheidseffecten zijn. Van roken? Nee, iets met kanker? Van de accijns. Oh, oké, gelukkig. Van roken weten we het. Ja, gelukkig. Niet doen, is slecht voor je, gewoon niet roken. Maar het kan zo zijn dat de opbrengsten lager zijn, maar dat tegelijkertijd dat ook komt dat mensen gestopt zijn. Klopt. En dat is nou precies een van de doelen van die accijns, ervoor zorgen dat mensen niet gaan roken. Dus ik denk dat we iets meer informatie moeten hebben om uiteindelijk te kijken naar wat het doet. Meneer Soepboer, politieke vriend, heeft u wel eens gerookt? Jawel. Rookt u nog steeds? Eerlijk antwoord graag. Echt eerlijk? Ja. Oké, nou dan voor heel Nederland, heel af en toe rook ik een sigaar. Bij een borrel of zo? Bij een goed glas single malt whisky. En dan, maar dat is, kijk, aan de ene kant is dat, ik moet het anders zeggen. We roken niet, we degusteren. Dat wil zeggen, we roken niet over de longen, we proeven het. Net als een goede wijn. Ja, precies. Maar, en dan compenseert eigenlijk het roken, of het degusteren in dit geval, met de geestelijke gezondheid. Want het is heel goed dat je gewoon even rustig gaat zitten. Dan een klein borreltje neemt en een hijs van een sigaar. En dat je dan nou, je leven even overpijnt. Ja, maar voor iedereen die nu 16 is en denkt, ik wil gaaf doen. Zal ik een peuk opsteken, de ja of de nee? Niet doen. Een van de grootste fouten die ik van mijn leven heb gemaakt is beginnen met roken. Ik kom er niet vanaf. Nee. En dan eindig je zo, hè, mensen? Ja, dat moet niemand willen. Nee. Ja, dat is niet aan te raden. Gewoon niet doen. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken, maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.